Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aras Azad en namens FX Flat heet ik jullie allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we wederom samen met Tom Lassing kijken, ditmaal naar een analyse van Cameco. Erg interessant om daar ook uiteraard een kijkje te nemen, zoals altijd met Trader Workstation en Trader Workstation accountbeheer, dat is de online omgeving. Even vooraf, zoals gebruikelijk, belangrijk om te vermelden is de risicowaarschuwing. Hierbij is het dus belangrijk om in ieder geval te bespreken en aan te geven dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is. Dus u dient dus dit webinar alleen voor trainings- en informatieve doeleinden te gebruiken. En voor alle duidelijkheid neemt u dus zelf uw eigen beslissingen. Dan gaan we heel kort even over naar FX Flat. De meesten zijn daar wel bekend mee. Voor degenen die nieuw zijn en FX Flat voor het eerst horen. FX Flat, we zijn wat dat betreft een online broker en meer dan 25 jaar actief. Met uiteraard een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. En wat dat betreft hebben we ook vele internationale awards ontvangen. Qua beleggingsrekening hebben we twee varianten. Eenmaal Trader Workstation en andermaal een MetaTrader. Ik zal even kort toelichten. MetaTrader, dat is dus ons beleggingshandelsplatform. Voornamelijk voor de daytrader, de daghandelaar. Daar kunt u dus vrijwel alle CFD's, futures en vooral ook de forexen op handelen. Een korte opsomming voor MetaTrader. U kunt dus alles handelen en beleggen met 0 euro transactiekosten. Verder betaalt u 0 euro aan beheerkosten en heeft u dus geen maandelijkse kosten voor het voeren van uw beleggingsrekening. Wat de MetaTrader erg uitzonderlijk maakt, is de hoge depositogarantie tot maar liefst 500.000 euro. En verder kunt u ook altijd oefenen met MetaTrader met een demo beleggingsrekening. Daarmee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend oefenen met real-time koersen. Dan nog even kort, Trader Workstation maakt het mogelijk om via dit handelsplatform, wat Tom dus zo meteen ook gaat gebruiken, weliswaar de online versie in Trader Workstation accountbeheer, kunt u dus wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Heel kort nog een paar punten voor Trader Workstation, Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort, bijvoorbeeld vanaf 1,90 euro. Het openen van een rekening is al mogelijk vanaf een storting van 2000 euro. Hierbij kunt u dus ook bijvoorbeeld een depotoverdracht uitvoeren vanuit uw huidige broker bijvoorbeeld. Verder zijn er geen enkele vorm van beheerkosten. Ook uiteraard voor onze zakelijke klanten is een beleggingsrekening ook mogelijk. En wilt u daar in ieder geval een kijkje nemen met Trader Workstation, dan kunt u daar altijd gebruik maken van de demo beleggingsrekening. Nou, mochten er eventueel vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, dan horen we dat uiteraard ook graag. En wat dat betreft heet ik uiteraard Tom ook welkom bij dit webinar. Goedemiddag Tom, welkom. Hi, ja, leuk. We kijken er wat dat betreft heel erg naar uit om analyse van ditmaal te zien. Dus wat dat betreft geef ik het beeld en geluid aan jou. Dus dan kan jij je eigen ding gaan doen. Ja, nou hartstikke mooi, dankjewel. Arash, ik ga het vandaag hebben over Cameco. En dat is eigenlijk het grootste en belangrijkste uraniummijnbedrijf in de wereld. Ja, waarom Cameco? Ja, ik zit daar zelf in. Het is of mijn grootste of mijn op één na grootste positie in mijn portefeuille. Nou, we hebben gisteren een positie besproken die ik zelf niet heb, waar ik niet in zou beleggen. En dit is nou juist een positie waar ik dus wel in zit. Nou, waarom dat verschil? Als ik alleen maar zou bespreken wat ik zelf in mijn bezit heb, dan zouden we het voor de helft van de tijd over uraniumaandelen hebben. Dus dat is niet zo heel erg interessant. Vandaar dat ik ook af en toe andere aandelen bespreek, maar die dan zelf niet heb. Cameco heb ik zelf wel, maar dat is geen aanbeveling om het dan ook maar te kopen. Je moet zelf bepalen of het voor jou interessant is. En na deze analyse kan je daar misschien iets meer over zeggen, maar dan blijft nog steeds het feit dat je zelf moet kijken of het wat voor jou is. Maar ik vind het voor mij in ieder geval wel. Nou, Cameco, het is een Canadees bedrijf. En dan moet je weten, in de uraniumsector, dit is het grootste en meest waardevolle bedrijf in de sector. En dan is het nog geen 10 miljard waard.
Als je dat vergelijkt met een Tesla, wat 1500 miljard waard is, even zo uit mijn hoofd bij wijze van spreken, of een Apple of dat soort bedrijven. Tesla is denk ik ietsje goedkoper, maar Apple is dan wel anderhalf triljoen, biljoen, nou, whatever. Veel, 1500 miljard in ieder geval, biljoen. Dat is anderhalf biljoen. Cameco 10 miljard, dat is heel klein. Nou, wat je ook moet weten, uraniumsector is eigenlijk sinds, zeg even, 2011 één grote ramp tot vorig jaar. Nou, waarom? 2011 kwam de tsunami in Japan. We hadden al daarvoor natuurlijk de bankencrisis gehad, dat was niet goed voor aandelen. Toen kwam die tsunami er nog eens een keer overheen. Toen zei Japan en Duitsland, nou, wij stoppen met kernenergie, we gaan over naar duurzame energie. Fantastisch idee in de tijd. En dat was natuurlijk voor kernenergie rampzalig. Dus die bedrijven die, ja, deden het ook heel erg slecht. Dus die aandelensector is 10 jaar lang waardeloos geweest, tot vorig jaar. En nog steeds is het zo, omdat die bedrijven heel klein zijn, dat eigenlijk de aandacht ervoor heel klein is. En nou is een van de punten die belangrijk zijn volgens mij, is het feit dat stel je voor dat dit toch interessant gaat worden voor beleggers. Deze sector is qua waarde zo klein dat als grote groepen aandelenbezitters hier naartoe gaan en ook de hedge funds hier serieus naar gaan kijken, dan knallen die koersen gigantisch omhoog. Want de waarde is, ja, bijna niks. Het gaat maar om enkele miljarden. Dus dit heeft de potentie in zich om op een gegeven moment in het enorm omhoog te knallen. Dus dat moet je even weten. Nou, we gaan eens eventjes kijken bij de uraniumprijs. Die is ook van belang. Dit heb ik dan van de website van Cameco. En de uraniumprijs was laatst rond 50. De long term uraniumprijs 51,50 en de spotprijs 47,75. Dus rond die 50 zit de koers. Hij is even hoger geweest, nou hartstikke mooi, maar hij moet eigenlijk boven de 60 komen. Die 60 is eigenlijk het punt waarop de meeste bedrijven winstgevend kunnen werken. En nou zegt Cameco dat hun kostprijs ongeveer 18,75 is per pound die ze leveren in enkele van hun mijnen. Maar dat is nog steeds niet hun kostprijs aan het eind van het verhaal. Er moet nog van alles bij. Dus die mijn heeft kostprijs wel, maar het bedrijf zelf, ja, eigenlijk moet je ervan uitgaan dat echt bij 60 er serieus geld verdiend gaat worden. Maar daaronder, ja, amper. Nou, we zien dat terug als we gaan kijken bij de koers-winstverhouding. Dat zien we dan. Market cap 12 miljard. Earnings per share. Ik moet even kijken, want dan begin ik te twijfelen. Ik pak hem eventjes terug op Financial. De week tenminste waar ik moet kijken. De koers-winstverhouding niet aanwezig. En kijken we bij de statistiek. Hier dan is die wel 133 op dit moment. En 110 volgend jaar. Dus die koers, er is winst. Bij Cameco maar een hele kleine winst. Nou, dat komt omdat ze dus onder die 60 zitten met de prijs voor uranium. Dus die prijs van uranium is echt absoluut belangrijk om die hefboom omhoog te gaan krijgen. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Hè, dat dit lijntje moet weer omhoog. Nou, nu zien we dat ook weer, maar er moet nog meer gebeuren. Nou, er zijn meerdere partijen bezig om uranium te kopen. We hebben natuurlijk de mijnbedrijven die het uit de grond halen. Maar er zijn ook tegenwoordig grote fondsen die het willen kopen. En die het dus eigenlijk uit de markt trekken om die prijs van uranium omhoog te jagen. Maar die bedrijven gaan ook op een gegeven moment, als die prijs daadwerkelijk omhoog gaat, gaan ze dat uranium ook weer aanbieden. Stel je voor, ze hebben nu, kopen ze voor rond de 50, maar als die koers naar de 100 gaat, dan gaan ze winsten nemen. Dus dan zie je dat die prijs van uranium niet ineens heel erg ver door kan schieten, omdat die beleggingsfondsen heel veel voorraden hebben. Dus dat moet je even realiseren. Maar wat ik net al zei, die aandelenhoeveelheden zijn zo klein, die waarde daarvan, dat als grote partijen hier daadwerkelijk gaan inkopen, dan kan die koers echt wel fors omhoog. Dan naar de cliëntportfolio. Nou, een van de punten die van belang is, en dat wil ik nu alvast even zeggen, want ik zie hem hier even niet. De 27e komt Cameco met cijfers.
Voor veel beleggers is het belangrijk dat je nooit voor die cijfers gaat beleggen. Het is niet voor iedereen, maar vaak is het zo dat er behoorlijke koersbewegingen zijn door de cijfers, publicatie. En als je een degelijke belegger bent, dan is het eigenlijk zo dat je zou moeten beleggen nadat de cijfers bekendgemaakt zijn. Dan mis je de potentie van een stap omhoog, maar in de meeste gevallen gaat juist door die cijfers de koers toch omlaag. Dus ja, dat is je eigen keuze, maar het is verstandig om eigenlijk die cijfers af te wachten om te voorkomen dat je al direct op verlies staat. Dat wil ik in ieder geval gezegd hebben. Even kijken, wat zien we hier? In november, eind november is pas dividenduitkering. Dat zal niet veel zijn. Nou, we gaan eventjes naar de grafiek. En we zien hier dat de laatste tijd de toppen lager liggen. Dus dat is eventjes heel jammer. Maar we zien nu ook dat er eigenlijk hier de MA50 op neutraal is gekomen. Heel recent, vandaag eigenlijk, gisteren. We zien ook dat de MA9 vorige week gekeerd is naar omhoog. We zien dat de MACD ook positief is. En we zien de TRIX opwaarts gericht. Dus dit is wat mij betreft technisch een koopsignaal. Het is niet absoluut, want dan zou eigenlijk de MA50 echt omhoog moeten wijzen en de MA9 er doorheen moeten breken, opwaarts, zoals we dat hier zagen. En maar ja, nu zit je, als je hier zit, dan zit je qua koers veel lager dan dat je hier zit, want dat scheelt nogal wat. Hier was die 21 en hier was die bijna 24, 24,5. Dus het moment dat jij echt wacht tot het moment dat die MA9 en MA50 kruist, dan kan je al 15% koerswinst verloren hebben. Dus vandaar dat het soms best interessant is om alvast in te stappen. Maar dat risico is dus dat het een valse beweging is en dat het allemaal aangaat. Nou, hoe kan je dan voorkomen dat je helemaal de bietenbrug op gaat? Door bijvoorbeeld een stop los te kiezen. En in dit geval zou je kunnen kiezen, dan stel je voor dat je onder de 23,29 komt, dat je er weer uitstapt. Heel kort erop. Dat zou kunnen, dus na de aankoop. Maar aan jou de keuze om zoiets te doen. Maar voor mij is hier technisch een koopsignaal ontstaan. En dat maakt het wel interessant om dit aandeel te gaan overwegen. Nou, dan wil ik even naar de website van Cameco. Waar was ik? Ben ik hem even kwijt. Ik had uranium. Ja. Oké. Okay. De website geeft een aantal gegevens. En dan is het interessant om eventjes te zoeken wat ze allemaal hebben. Nou, een van die belangrijke gegevens is Cigar Lake. En dat is een hele mooie mijn. Die is zeker interessant. Maar ook wat interessant is MacArthur. Dat is een hele grote mijn die ze eigenlijk tot voor kort eigenlijk al maintenance hadden. En dat betekent gesloten. En die gaan ze weer activeren. Nou, waarom? Ja, omdat die prijs van uranium omhoog gaat en de vraag naar uranium natuurlijk gigantisch is. Op dit moment, even uit mijn hoofd, en ik heb het van de week al eens gezegd bij een andere webinar. Ik geloof 56 kerncentrales in aanbouw, 101 al in de planning, 325 daadwerkelijk al in overweging. 56 zijn er echt al nu in aanbouw en 101 al ver heen, maar nog niet gestart. Dan gaat de vraag naar uranium enorm toenemen. Cameco is een van de grootste aanbieders. En vandaar dat ze nu hun MacArthur River mijn weer gaan opstarten. Ontzettend belangrijk dat ze dat doen, want deze heeft prachtige voorraden. Dus dat is echt al een puntje om interesse voor te hebben. Daar hebben we nog meer. Je moet eigenlijk de site gewoon eens doorheen lopen. Want het is echt interessant om daar eens naar te kijken. Nou had ik dat allemaal klaarstaan, maar dat heb ik nu allemaal net voordat ik begon, heb ik nog eventjes zitten surfen. Dus ik heb alles verknald. Als je gaat kijken, dan zie je in dit soort verhalen zie je heel veel informatie staan. Hun strategie is belangrijk. Hun overview is belangrijk. Ze hebben een mining methods. Je kan daar heel veel informatie halen. Nou, dan hebben ze operations. Hoe wordt het gemijnd? Nou, dat hebben we net al eventjes gezien. Hebben enorme
expertise al 60 jaar bestaan ze, dus niet even een aandeeltje wat een bedrijf net begonnen is. En ze zitten in wat verschillende plekken. Ze zitten in Canada, Kazachstan, United States en ze starten op in Australië. Dus ze zitten overal, ze zijn niet voor niks de grootste. En dat is toch ook wel even iets om belangrijk te vinden. Ik ga weer eventjes kijken hier naar de analisten. Er zijn 10 analisten die dit volgen. En dat is wel aardig om dan te zien dat 90 dagen geleden dachten ze dat 25 cent zou worden per aandeel winst. Dat is nu 24 cent. Maar voor volgend jaar hadden ze 88 cent verwacht en nu denken ze 92 cent. Dus ja, die verwachting loopt een beetje mee natuurlijk met de uraniumprijs. Het is natuurlijk natte vingerwerk, laat dat duidelijk zijn. Wat doet de uraniumprijs volgend jaar? Ja, wie weet dat? Niemand. Er is geen spotmarket voor uranium. Want er zijn maar heel weinig partijen die daarin mogen handelen. Omdat het toch een wat gesloten systeem is. Je mag me niet zomaar uranium mee binnenslepen. Dus dat is heel lastig om dat te weten. Er zijn wel wat partijen in de markt actief. Ook wat hedge funds die nu daarin actief zijn geworden. Die mogen dat dus blijkbaar wel. En die zijn gewoon puur nu aan het verzamelen. Dat is toch ook even belangrijk om dat te weten. Dan ga ik even hier naartoe. Als je meer wil weten. Dit is dan de website versie van FX Labs. Je kan ook een PC versie. Die heb ik nu nog niet. Fundamentals die ik iedere keer zoek op Finance Yahoo. Die staan hier ook. Dus daar kan je alles vinden. En dat is een kwestie van gewoon zoeken. Je moet wel eerst even de code invullen. Is altijd wel handig om dat te doen. CCJ is de code op de New York Stock Exchange. Zo. Dan zien we dat de grote bezitters van een flinke aandeel is T. Rowe Price Associates, 4,67% van alle aandelen. Mirae Assets, 4,28% en Vanguard, dat is een van de grote drie, 3,22% zitten ze in dit bedrijf. De waarde, ja, je ziet hier 9,35 miljard. Hè, dus dat op zich, het is maar zo'n klein bedrijfje als je dat ziet op wereldschaal. En terwijl het de grootste is in de uraniumsector. Dus dat is echt opmerkelijk. Nou, ik heb dan eigenlijk altijd de CCJ, de New York Stock Exchange, daar koop ik hem. Nou, dan dividend. Er is een dividend, maar dat is heel laag. Vind ik niet erg. Het houdt in dat de directie altijd rekening moet houden dat de cashflow moet zijn, dat het positief moet zijn. Nou, je kan hier nog meer ratio's bekijken. Dat is allemaal erg interessant om dat toch te doen. Als je denkt van, hey, dit is interessant voor mij, ga hierin kijken en kijk dan of het interessant is. Maar de uraniumsector, laat dat duidelijk zijn, is natuurlijk afgelopen jaren een ramp geweest. En dat wil ik toch nog eventjes terug naar research. Ik heb een watchlist, daar heb ik CCJ in staan. Dan kom je dus eigenlijk op dit punt. En dan ga ik hem even vergroten. En dan gaan we even iets verder terug. Je ziet al hier. En dat was in 2019, 2020. Dat het een tijdje niks deed. En dan gaan we even verder terug. En dan zie je dat dat tijdje niks deed. We zijn nu al in 2016. We zijn zelfs nog veel erger. We zijn hier in 2012. 2011. Hier zie je die enorme daling. En dan praten we dus over een meer dan 10 jaar en toen waren we nog niet terug. Sterker nog, we zijn nooit teruggekomen op dat niveau van de gins. Dus als we dan verder teruggaan, hier, dit is dan de maximale die we terug kunnen gaan. Je ziet een hoogste punt, de 56. Ja, en we zitten nu op nog geen 24. Dus Cameco moet dan wel flink herstellen. Wil je terugkomen op de stand zoals we die kenden in 2005. Realiseer je dat er dat risico in zit. En dat is ook dus puur omdat men dacht dat duurzame energie het zou overnemen van kernenergie. En die gedachte is losgelaten. Die gedachte is nu, wij moeten kernenergie als tussenfase hebben om te kunnen werken naar een structurele duurzame energieoplossing. Want uiteindelijk is kernenergie een tussenfase. Net als olie en gas is uranium eindig. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Of dat 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar of 100 jaar gaat duren. Maar het is eindig. Op een gegeven moment is het ja, niet meer mogelijk om rendabel
uraniumvoorraden boven water te halen, boven water of boven de grond. Dat kan nog heel lang duren, dat weten we met olie en gas. Olie en gas wordt natuurlijk nu wel wat minder, maar dat kan over 100 jaar, ben ik ervan overtuigd, ik zal het niet kunnen bewijzen, maar dat er nog steeds olie en gas gewonnen gaat worden. Alleen in hele kleine voorraden, hoeveelheden. Of het wordt gecreëerd door vergassing van bijvoorbeeld hout. Want uiteindelijk is heel veel olie en gas gewoon aan hout gekomen. En als jij hout verbrandt, dan kan jij olie en gas eruit verkrijgen. Dat kunnen wij nu ook al. En ik denk dat olie en gas wel zullen blijven, maar niet meer zo overtuigend zoals het nu is. Kernenergie wordt ontzettend belangrijk. Niet alleen in Europa, maar voor heel de wereld. Want we gaan steeds meer op elektriciteit. En kernenergie is natuurlijk de ideale manier om elektriciteit op te wekken. Nou, dan denk ik dat ik het redelijk gezegd heb. Dus ik ben benieuwd of er vragen zijn, Arash. Ja, ik heb in ieder geval rondgekeken. Blijkt dat er geen vragen zijn. Dus wat dat betreft duidelijk en helder allemaal. Oké. Nou, dan wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het feit dat je live aanwezig was. Ik vind dat heel tof. Ook leuk om te doen. Degene die dit later zien, natuurlijk ook van harte welkom. Maar er zijn mogelijkheden om dit sneller te zien. Als we kijken naar gisteren, dat aandeel dat ik gisteren besproken heb, dat ging daarna daadwerkelijk omhoog. Meer dan 3% omhoog. En als je dat live hebt meegemaakt en je had dat aandeel willen kopen, kon je het nog goedkoop kopen voordat het omhoog ging. Dus dat is het voordeel van live meedoen. Ik heb geen idee of dat bij Cameco vandaag ook gebeurt. Het kan mazzel zijn geweest gisteren, maar het was wel realiteit. Dus dat is het voordeel van live. Dus ik vind het ontzettend leuk dat er een aantal mensen dit live volgen. Dus dankjewel daarvoor. Dan mag je wat mij betreft afsluiten, Arras. Even kijken, ja, daar is die. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt wederom voor dit uiterst interessante webinar en uiteraard ook iedereen voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Mochten er eventueel vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons altijd even contacteren middels onze gratis te bereiken klantenservice nummer of een mailtje sturen kan ook altijd naar service@fxlab.com. Dan wens ik tot slot iedereen namens FX Flat een prettige dag verder en tot de volgende webinar. Tot ziens.